Hey, hallo, hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Angelique, jullie onafhankelijke Scentsy-consulente van magischegeurtjes.scentsy.nl. En nou ja, het is even een poosje stil geweest, want ja, een hele drukke week gehad. Zoals sommigen weten, mijn jaardagsweek geweest. En wat ook altijd standaard is rond mijn jaardagsweek, is dat we aan de slag mogen voor de blauwe envelop. Dus ja, ook daarmee lekker in de weer geweest. Dus ik moet zeggen, ik heb me niet verveeld afgelopen week. Wil ook nog even iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties. Dus dank jullie wel. Want ja, het was toch een hele bijzondere verjaardag door de coronapandemie. Want normaal gesproken ben ik het gewend om het te vieren. Maar helaas dit jaar niet. Mogelijk dat we het alsnog wel vieren met mijn vrienden. En dan doen we gewoon alle verjaardagen in één keer zodra het kan en veilig is om te doen. Maar dit keer helaas niet. En Petra. Jij kwam in ieder geval nog heel eventjes langs op een bijzondere magische wijze. Dus je hebt de dag wel heel erg magisch gemaakt. Dus ja, hartstikke dank daarvoor. Want ja, door jou heb ik me toch wel jaren gevoeld, ondanks de coronapandemie. Maar goed, het is dus even een poosje geleden geweest. En normaal gesproken doe ik het om de eerste. Dit keer dus even niet. Door alle dingen. Dus ik ben een beetje een week vertraagd. Maar daar het zoveel dingen zijn. Met wat ik de afgelopen maand februari verbruikt heb. Want dat is vandaag het thema van deze vlog. Ga ik gewoon lekker beginnen. Mocht het zo zijn dat je wat zwart voorbij ziet flitsen. Al dan niet voor me, achter me. Of iets hoort piepen, dan is dat Aya. Maar volgens mij ging Aya heel even op haar uitkijktoren zitten in de slaapkamer. Dus ja. En dan probeer ik heel even, want mijn spiekbriefje die knalde net uit. Dus dat zo. Ja, is in ieder geval niet handig. Dus ja. Ja, wat heb ik afgelopen maand verbruikt? Best echt onwijs. Ik kan het nog ineens vasthouden. Bars, cirkels, wat van de badproducten. Dus ik ga maar beginnen. Wat heb ik? Ik begin gewoon met de grootste dingen die voor mijn snuffert liggen. Ik heb een bus washing up liquid, of eigenlijk een bus afwasmiddel. In de geur Cider Meal. En dit is afwasmiddel. Zeer geconcentreerd. Dan had ik het hier nog niet bij gedaan. Zoals jullie kunnen zien. Heeft hij ook wel wat afwas gelekt. Wat ik in ieder geval bij de nieuwe gedaan heb. In ieder geval mijn nieuwe fles. Met de speciale winter afwas. Ik had een pompje over van de vloeibare was. Die heb ik bewaard. De fles uiteindelijk weggegooid. Maar het pompje heb ik bewaard. En het pompje van de vloeibare was heb ik dus hierin gedaan. En nou moet ik ook wel heel erg zeggen dat ik met behulp van het pompje het wat ja, nog wat beterder kan doseren. En waarschijnlijk er nog langer mee zal doen als dat ik met deze fles heb gedaan. En met deze fles, want ik heb deze fles ergens in. Even spieken hoor. Ergens denk ik medio oktober gekocht. En hij is dus hij is vorige week opgegaan. Dus ja, zeg medio oktober. Nou, dan hebben we november, december, januari, februari. Zeg 4 à 5 maanden met één fles afwasmiddel gedaan. Dus dat vond ik best wel vrij lang voor mijn doen. Daarnaast heb ik een zak Scentsy Soak op. En dan in ieder geval in de geur aloë water en komkommer. En dan moet je ook echt denken aan aloë water, komkommerschil, palmwarmblad en ananasnectar. En als wax voor je warmer. Ja, Anja.
is het in ieder geval altijd een krachtgeur. Ik vind het persoonlijk iets te pittig. Qua performen is het ook een hele goede performer. Maar de wax voor mij is niet zozeer mijn ding. Ik vind hem net even iets te power. Maar daarnaast in de Sensi Soap, of zoals jullie ook weten in de aardbladreiniger, vind ik hem helemaal super. En als soak is die ook helemaal super. Want heb je een bad, dan moet je niet meer als 150 gram badzout erin doen. Maar aangezien... Wij hebben geen bad, hè? Nee, wij hebben geen bad. Dus wat doe ik dan? Ik heb een voetenbadje. Dus dan is het niet meer als 2 eetlepels in je tijltje met lekker water. En dan doe je ook wel heel lang met een fles, of dan fles, een zak Sensi Soap. Nou, erg lekker. En je voetjes die, althans mijn voetjes, komen er echt super, super zachte vervolgens uit. En blijven ook echt ook wel een aantal dagen lekker zacht aanvoelen. Heb je een bad, dan geldt dat denk ik gewoon voor je hele lijf. En is het ook echt wel heerlijk om daarin te badderen. Daarnaast, daar dacht ik ook van nou, dat zal wel... Dat is ook wel heel snel doorheen vliegen. Is een flesje handzeep. En verbazend bleek dat best wel heel erg mee te vallen. Want er zit natuurlijk ook een heel kort pompje in. Maar wat ook natuurlijk heel erg daardoor doseert. En ondanks dat het best wel heel veel mijn handen was, hier best wel heel lang meegedaan. Dus dat was ik eigenlijk zelf heel erg verbaasd om. Ik dacht, klein flesje, zal ik zo doorheen vliegen? Nee, echt niet. Nee, echt niet. Kom je erbij? Kom je erbij? Kom je wel bij? Kom je wel helpen? Ja, dan moet je hierheen. Nee, kom je niet helpen? Ai, ai, ai. Er is er toch eentje aan het draaien, komt er mensen. Kom op dan. Kom er dan gezellig bij. Ja, kom er dan bij. Nee, toch niet? Ja, kan nu even niet je bal gooien. Dat gaat nu niet. Dus ga even je ding doen. En anders kom je er gezellig bij. Dat gezegd hebbende. Wat ik ook heb opgemaakt. En ook daar was ik echt super, super verbaasd om. Sensi zelf zegt dat je er hooguit 2 maanden mee doet. En ik heb heel even er straks lopen spieken. En ik heb mijn geurbloem op 11 november in elkaar lopen zetten tijdens een vlog. En vervolgens na het vloggen direct in mijn badkamer neergezet. En hij ruikt zelfs nu nog een heel klein beetje naar Blue Grotto. Maar de olie is echt, zoals je ziet, het flesje is echt helemaal leeg. En heeft dus bij mij in de badkamer gestaan. En voor de badkamer vond ik Blue Grotto een heerlijke schone citrusgeur. Dan ben ik niet zozeer van de citrusgeur. Maar Blue Grotto vind ik een van de weinige citrusgeuren die ik best wel prettig vind. Ja, kom erbij. Hierbij. Kom op dan. Kom. Nou mensen, daar is ze dan. Ajaatje. Hè? Dus, kom maar. Oh, ja, ik doe je even goed. Ja, ik doe je even goed. Zo. Hè? Ga je meehelpen? Ja. Maar goed, de bloem heeft dus ruim 4 maanden bij mij in de badkamer gestaan. Ruikt zelfs nu nog wel een beetje. Maar in de badkamer, in ieder geval de geur, daar is die eigenlijk ervan af. Dus zodra ik uitgevlogd ben vandaag, dan duik ik nog heel even de kast in. Want volgens mij heb ik nog een Cozy Gardigan geurbloem staan. Dus dan ga ik die in ieder geval neerzetten. Maar echt heeft echt ruim 4 maanden gedaan. Dus daar was ik zo verbaasd over. Dus ja. En dat is ook veel langer als dat ik bijvoorbeeld geurstokjes gebruik van een ander merk. Of van een bepaald luxe schoonheidswinkel, badproductenwinkel. Ook wel heel erg lekkere producten, hoor, daar niet van. Maar
Ik vind hem in ieder geval helemaal super. En hij is in ieder geval nu wel echt bij mij aan vervanging toe. Dat gezegd hebbende. Nou, en daarnaast heb ik onwijs veel wax verbruikt. En ik heb ook nog, laat ik die ook nog maar even doen, 2 geurcirkels verbruikt afgelopen maand. En de Clean Breeze vond ik een wat betere performer als de Lemon Sorbet. Maar ik had eigenlijk verwacht dat de Clean Breeze, dat ik daar wat meer plezier van zou hebben. Trouwens ook van de Lemon Sorbet. Maar ze hebben het deze in ieder geval zeker 2 weken uitgehouden. Dus in ieder geval bij mij op het toilet. Dat vond ik vrij jammer. En de Lemon Sorbet, dan moet je in ieder geval denken aan de geur van vers gesneden citroen, grapefruitschil en gezoet met wat suikerriet. En de Clean Breeze moet je denken aan witte bloemen met een vleugje lente in de geur. En ja, als je de witte was hebt gedaan, een beetje die specifieke geur daarna hebt hangen, daar doet Clean Breeze aan denken. Dus ik vind het best wel heel, heel jammer. Maar goed, het is niet even anders. En daarnaast hebben we natuurlijk naast de cirkels en alle andere producten en een ballende Arja. Een ballende Arja. Dus dan jullie dat maar weten. Die loopt heen en weer te tippelen met een bal in de bek. Af en toe denkt ze ook echt dat ze net een hond is. Dus ik kan hem nu alleen even niet gooien. Maar goed, het is even niet anders. Dan heb ik nog een berg wax. En daar er natuurlijk een nieuw seizoen begonnen is, dacht ik, laat ik maar eens even proberen wat geuren van het oude een beetje op te maken. En dat is een heel klein beetje gelukt. Ik heb... Ja! Je kan er ook bij komen, maar dat doe je ook niet. Ja, en ik kan nu even niet ballen. Dat gaat ook niet. Maar goed. Dat is de geur Twilight Frost, mensen. En dat is in ieder geval gelukt om deze op te maken. En Twilight Frost is van de najaarswintercatalogus. En daar moet je echt bij denken aan gedurfde bloemen. Ik weet niet wat mijn tablet ervan gemaakt heeft. Maar in ieder geval iets met oranje bloesem, wilde lavendel. En een vleugje mos. En het is ook echt een aardse zoete geur met inderdaad een vleugje lavendel erin. Dus dat is in ieder geval de geur Twilight Frost. Ja, het is ook niet duidelijk of een van deze geuren terug gaat komen dadelijk in het, bij de nieuwe najaars-wintercatalogus. Dus dat is gewoon in ieder geval heel onduidelijk. Wat ik ook dan heb opgemaakt is een Bar Autumn Road Trip. En hiervan had ik gedacht toen ik die kocht, van nou, dat zal ik helemaal niks vinden. En het bijzondere is, als je hem zo maar zeggen warmt, is het echt gewoon een hele mooie herfstgeur. En net of je langs de appelperenvelden rijdt. En ook wel wat aards. Maar ook echt wel een beetje bosachtig. Dus dat vond ik ook wel heel erg lekker. Daarnaast heb ik opgemaakt een geur Jade en Jasmine. En als ik hem nu weer ruik. Het is een geur van de maand januari geweest. Jade en Jasmine. En ja, dit doet me zo aan een mannenbadschuim ruiken. En ik heb de associatie met een aksgeur. Ja. Maar het is heel erg mannelijk, eau de cologne-achtig, aks-achtig, Jade en Jasmine. Dus als het goed is, is hij nog wel in de shop verkrijgbaar. Sense heeft elke maand een geur van de maand. En in januari was het dus Jade en Jasmine. En in mijn Whiffbox van vorige maand had ik een testertje, want deze maand is dat Pink Sugarberry Mint. En zoals je ziet, mijn tester is al helemaal leeg. Hier van de tester heb ik hem namelijk al
gebrand en in ieder geval voor enkele klanten wat testertjes gemaakt. Ja, en deze is zo lekker. Zo super lekker. Nog steeds verkrijgbaar in de shop. Kan zijn dat die er wel uitvliegt, want dit is wel een van de favorieten onder vele Sensi waxliefhebbers. Ja, hier bij Pink Sugarberry Mint moet je heel erg denken aan, want als ik dan met frambozenvla, het zit tussen de frambozenvla en vroeger had je van die Bubblicious kauwgom, of die Hubba Bubba, wat het nu geloof ik is. En daar zit het een beetje tussenin. En ik vind hem zo super lekker. Dus ja, heb je hem nog niet of ga je hem binnenkort? Ik heb je van iemand een testertje gekregen. En je houdt heel erg van frambozenvla of je hield vroeger van de Hubba Bubba kauwgom. Ja mensen, ik waarschuw je alvast. Deze is super lekker. Ik kan het niet anders benoemen. Dus ja. En de geur van de Pink Sugarberry Mint is nu verkrijgbaar voor €7,88. En de Jade & Jasmine, die ook nog wel verkrijgbaar is, die is helaas weer €8,75. Maar de geur van de maand, die krijg je meestal met 10% korting. Daarnaast heb ik nog een bar opgebruikt. Ik heb hem eindelijk op. Maar goed, ik heb alweer een nieuwe voorraad, nieuwe stash. Pink Promenade. Ja, kom je er weer bij? Ah, oh, je komt er weer bij. Pink Promenade. En een Pink Promenade moet je denken ook aan frambozen, prosecco. Even spieken of ik niet wat vergeet. Oh ja, en roze granaatappel. En ja, die is ook gewoon zo super lekker. Wat Pink Sugarberry Mint heel erg zoet kan zijn, kan Pink Promenade wel zoet overkomen, maar is stukken frisser. Ja, en ik vind hem, ja, Pink Promenade is gewoon mijn geurtje. Is dat niet in de bodyline, dan wel in de wax. Hè? En daarnaast hebben we wat geurtjes gebruikt in mijn warme Marrakesh warmer die in mijn slaapkamer staat. En dat is de Pineapple Coconut Vanilla. Dat doe jullie heel even met behulp van Anja even laten zien. En dat is ook echt gewoon heel zacht. Ananas, kokos. Met een vleugje vanille. En dit is zo'n mooie zachte geur. Dus wil je iets in je slaapkamer branden of in de kinderkamer, dan is dit gewoon een hele mooie fijne wax om daarin te warmen. Net als de Newborn Nursery. Ook een van mijn favorieten. En zeker als ik een beetje wat gestrest ben, dan word ik op de Newborn Nursery weer helemaal zen voor zover dat mogelijk is en gaat. Daarnaast ben ik ook in de weer geweest met de Catching Z collectie. En de Catching Z collectie is door Sensi uitgebracht met 5 bars. Ik heb er inmiddels 4 van op. En echt bedoeld om dat je in ieder geval voor het slapen gaan, dat je kan, dat je lichamelijk wat kan ontspannen en dat in ieder geval triggert dat je wat relaxter wordt. Het zijn 5 prachtige geuren, want de Shut Eyes die heb ik helaas in maart opgemaakt en niet in februari, dus die zitten nu voor nu niet bij. De Pillow Time is in ieder geval een hele mooie geur. Blauw boerenwormkruid wordt omhuld met zijdebloem en rustgevende passiebloem. Dan moet ik zeggen dat die voor mijn gevoel het minst lekkere was. En gevolgd door de Sleep Happy. En met Sleep Happy moet je echt denken aan delicate viooltjes, bergamot en wat muskus. Wat ik ook heel erg vond is, het is hele mooie wax, maar met 1 blokje is het echt een super lichte performer. En dan doe ik gewoon mijn blokje wax erin. En dan had ik hem s'avonds gewoon aan. En dan deed ik hem de volgende dag weer aan. En dan rook ik hem amper. En dan dacht ik echt zo, maar dit vind ik toch zonde. Want het is gewoon hele mooie wax. Ook echt gemaakt met een doel. En ja, ik kan er niet van genieten.
Wat betreft de Lights Out, die is trouwens ook wel heel zacht. Heel lekker, moet je denken aan sandelhout, zoetvanille en warme amber. Wat ik op een gegeven moment wel heb gedaan, is in plaats van één blokje, deed ik er dus twee in mijn warmer. En dan moet ik zeggen, toen werd hij beter. Toen kon ik er en van de geur wat meer genieten, want toen werd de geur wat intenser. En hij ging ook wat langer mee. Dus in plaats van binnen een dag het blokje moeten vervangen, ja, dan deed ik er wel met die geur 2-3 dagen. En daar hou ik dus van, weet je, daar genoot ik ook veel, veel meer van. En van Snuggle Up, dan moet ik zeggen, mijn favoriet uit de collectie. Daar is de Shut Eye. Die deden ook gewoon het veel langer. Dan moet ik ook wel zeggen dat Snuggle Up de geur van de vijf is die het meest intenste is van de set. En Snuggle Up moet je echt denken aan, even spieken, cashmere, engelen lavendel en verzachtende salie. En die is zo, zo super. En Snuggle Up doet ook wel een beetje denken aan een beetje, ja, een beetje een luxe zeep van wat je vroeger had. Ja, kom hier dan. Nou mensen, Arjen is geloof ik de boel aan het afbreken. Echt fantastisch. Dus ik kan zo meteen eerst even gaan opruimen, geloof ik, hè. Naar jouw toestanden. Dus dat. Maar goed. Snuggle Up als de Shut Eye heb ik, ja, die zijn voor mij zo clubwaardig en zo ideaal voor de slaapkamer. Dus die heb ik in mijn Sensi Club gegooid. Mocht je willen weten, wat is Sensi Club? Nou, Sensi Club heeft, dat is een soort van abonnementenservice, wat Sensi in het leven heeft geroepen. Zodat als er een specifieke geur, of van een collectie, of als de winter, nou, hè, zoals nu, we hebben de winter naar de zomer gehad, dat bepaalde geuren eruit gaan, kan je die in je Sensi Club abonnement stoppen. En Sensi blijft dan speciaal voor jou die wax aanmaken. En dat kan je kan een maandkwartaal, twee maandelijks kwartaal of wat ik heb gedaan om het een beetje in de perken te houden, een kwartaal abonnement afsluiten. Ja, en dat is gewoon super. Dus ja. Voor de rest ga ik nu denk ik even de vlog afsluiten, want er kijkt me een bepaalde dame aan met een blik dat je zegt van, laat maar. Dus ik ga heel even de boel afsluiten. Ik ga eens even kijken hoe, wat, waar, wat Arja nu in ieder geval wil of aan het uitspoken is of aan het doen is. Ja, dat bedoel ik. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik ga jullie in ieder geval een hele fijne middag toe wensen. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust of onder deze comments. Of via de sociale media, waar ook het filmpje geplaatst zal worden. En voor nu, hele fijne middag en tot de volgende keer. Oh, en voordat ik het vergeet. Wat zie je? Nou vergeet ik het gewoon, omdat ik door jou afgeleid ben. Morgenavond komt de paascollectie online. En Sensi heeft een speciale waxcollectie uitgebracht. Althans, dat gaan ze morgen doen. Speciaal voor de Pasen. Bananenberry, toasted marshmallow en, waar is mijn korte spreekbriefje? Jumpin' Jelly Bean. En die set die zal voor €25,25 verkrijgbaar zijn. Daarnaast hebben ze ook de mini ventilatoren die ideaal zijn voor kantoor of in je auto. In 3 verschillende paaskleuren komen die uit. Dus wat feller roze, wat feller lichtblauw en geel. Heel mooi ei geel, als je daarvan houdt. Die komt ook morgen uit. En de, zal ik zeggen, de Bitty Buddies, de stressballetjes van Sensi. Die komen in ieder geval de 15e beschikbaar. En die zijn helaas vertraagd, dus die komen de 15e uit. Net als de 2 speciaal uitgebrachte geuren voor de pots. Dus die komen ook de 15e uit. Dus ja, wil je voor de Pasen iets lekkers te hebben te snoepen. Althans, voor je snuffert dan te snoepen.
Ga dan morgen in ieder geval naar magischegeurtjes.sensie.nl. Want morgen rond 8 uur in de avond komen die geuren als de mini-ventilatoren beschikbaar. En de rest volgt op de 15e. Dat gezegd hebben we. Nou, dat gezegd hebben we, gaan wij afsluiten, hè? Gaan we afsluiten? Ik geloof dat wij gaan afsluiten. En nou, dan zeg ik ook namens Arja, hele fijne goede middag en tot de volgende keer. Groetjes!